Nou, ik ben Wilma Keizer. Ik ben in november 2011 begonnen bij Focus. Dit door een vriendin die mij hierop had geattendeerd dat dit werk erg leuk voor me zou zijn. Nou ja, dat bleek ook wel het geval te zijn. Ik heb daarvoor in de horeca gewerkt, dus heel iets anders, nooit in zorg gewerkt. En eigenlijk vanaf dag 1 voelde ik me helemaal thuis. Ik vond het heel spannend, hè, omdat ja, als je niet uit de zorg komt, is het toch best wel spannend. En ik vond het super. Ik ben natuurlijk als ADL begonnen, maar ik ben sinds kort ben ik dan teamtaak ondersteuner en data. Ik denk als je echt een focushart hebt, dat heb ik denk ik ook, dan blijf je gewoon plakken. En dat komt gewoon, weet je, als je een heel fijn team om je heen hebt, je hebt fijne mensen om je heen. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat concept van focus, dat je gewoon heel erg aanspreekt, hè, om mensen gewoon die eigen regie te laten behouden en een eigen leven. En gewoon dat vind ik het mooiste van alles. Hè. Ik zeg altijd, wat zou je zelf willen als je een ongeluk zou krijgen? En je kopje is gewoon nog hetzelfde, want dat is het. Hè. Het kopje is hetzelfde, maar je lichaam kan niet meer wat je daarvoor deed. Nou, dan wil je dit ook gewoon. Dan wil je gewoon je eigen leven willen, die wil je behouden. En dat kan mede dan door ons. Hoe mooi is dat? Ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is om te blijven. En gewoon... De focus familie vind ik het een beetje, hè? Die omarm je en die visie is gewoon hartstikke mooi. Ja, daardoor ben ik er ook nog. Mijn grootste leerpunt, in ieder geval voor mijzelf, maar ik denk wel voor heel veel collega's hoor, is toch communicatief. Ik denk qua communicatie leer je hier heel veel. Je leert gewoon goed je grenzen aangeven, je leert goede feedback geven, feedback ontvangen, ook heel belangrijk natuurlijk. Maar dat leer je hier echt heel goed. Je hebt zoveel cliënten, maar zoveel verschillende cliënten. Waar je ook verschillend naar binnen komt. Hè, als een chameleon waar je naar binnen stapt. En je moet schakelen van, pas ik me aan deze situatie. En bij de andere cliënt pas ik me aan die situatie. En daar leer je gewoon ontzettend veel van. Ook je leert jezelf heel erg goed kennen. Ja. Dan denk ik eigenlijk, had ik maar toen ik jong was, eigenlijk al de zorg ingewild. Dat wilde ik toen absoluut niet, vond ik vreselijk. Maar als jong meisje, denk ik, als je alle jonge meisjes een beetje bevraagt, of jonge jongens. Maar je hebt natuurlijk met poep, plas, mensen die overgeven te maken. Vies, alles is vies. Dat gevoel een beetje. Dat had ik ook. Dat ik dacht, dat hoef ik allemaal niet. Hè? En dat zijn allemaal oude mensen. Dat hoef ik allemaal niet. En dan is oud ook heel oud, hè, als je jong bent. Nu denk ik, nou, dat is helemaal niet oud. Maar als ik dat over had kunnen doen, had ik dat wel gekozen. Maar dat was toen gewoon voor mij niet van toepassing op dat moment. Nee. Op een of andere manier gaat je knop om in je hoofd. En het klinkt heel raar. Want ik zag daar wel tegenop. Ik heb ook toen aan de locatiemanager destijds tijdens het sollicitatiegesprek, of daar heb ik aan gevraagd van, mag ik niet een dagje meelopen? Ik wil eigenlijk eens even kijken wat het is. Ah, zegt ze, dat doen we niet, want mensen geven zich natuurlijk letterlijk en figuurlijk bloot. En ik had eigenlijk mijn oude baan nog wel op de bek. Want ik zou gewoon terug kunnen komen eventueel. Dus ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga het gewoon proberen. En ja, vanaf het moment 1 eigenlijk dat ik bij de eerste cliënt binnenkwam, is de knop om. En dat zo... Dat is heel gek, maar dat lukt je gewoon. Die knop gaat om en je bent gewoon degene die zorgt. Ja, ook al vond je vroeger iets vies of wat ook, en dat heb je dan helemaal niet. Absoluut niet. Hè, als jij een dienstverlenende instelling hebt en je vindt het leuk om met mensen te werken en je kunt goed schakelen, dan ben je echt hier ben je echt wel op je plek. En ik vind gewoon, je leert hier gigantisch veel. He, ze zeggen dan van, ik ben maar een ADL'er, een ADL-assistent. Wat zegt dat nou? He? Ben ik een assistent ergens van? He? Dat is niet altijd heel duidelijk. Maar je bent gewoon een kanjer, want je leert zo gigantisch veel. En ik denk, he, gewoon ook voor je leven, ook privé, wat je dan allemaal kunt. Ja, dan heb je gewoon een hele dikke, grote e-spec heb je gevuld. Ja.